De wegwijzering Eindhoven onduidelijk. Lange tafel, middelpunt van de parade. En muziek maken voor Bavaria Open Air. Elke dag komen er weer nieuwe bij. Verkeersborden. De borden moeten zorgen voor duidelijkheid op de weg. En toch zijn er een paar verwarrende plekken in de stad. Zoals hier, achter het Parktheater. Dit is een eenrichtingsweg, dus je zult wel naar rechts moeten. Maar er staat geen bord. Of de verkeerssituatie in Meerhoven. Door de vele verbouwingen is de weg afgezet. Volgens de borden die er staan mag alleen werkverkeer erdoor. Maar bewoners van de wijk Meerplein kunnen alleen via deze weg naar hun huis. Als wij bezoek krijgen, moeten wij echt zeggen, je moet er wel in rijden. En je moet niet voorbij rijden, want je mag er wel in. Maar wij zien wel dat er heel veel verwarring is, omdat mensen die hier niet horen, die weten dan niet precies wat ze moeten doen. Sommige mensen weten zelf wel wat nou echt de bedoeling is. Maar mocht je met 70 kilometer op de Achtse weg aangehouden worden, dan kan dat juridisch nogal ingewikkeld uitpakken. Want geldt dat 60 bord nou wel of niet naar het buitenbebouwde kombord? Hoe hard mag je hier? 50. 50 en als je naar dat bord kijkt daar? Dan mag ik 80. Ja, volgens de wet zou het 80 moeten zijn. Voor de Eindhovenaren zijn deze situaties best ingewikkeld. Maar of er iets aan gedaan wordt? De gemeente kon vandaag nog niet reageren op het verhaal van de verkeersborden.